Maar goed, de hoofdpersoon in jouw boek, die Geim, die heeft als eerste instantie gekozen voor de wijsheid. Ja, dat is de keuze die hij in eerste instantie achterna gaat, waarvan hij denkt van die levensmissie is het allerbelangrijkste. En dat geloof ik zelf ook, dat moet je navigatie in je leven zijn. Je moet de dingen doen die je moet doen. En als een vrouw zou eisen van, bijvoorbeeld als mijn vrouw zou zeggen van, goh Geert, ik hou heel veel van jou, maar dat boeken schrijven en al dat kabbala-gedoe, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ja, dan zou ik zo'n wezenlijk deel van mezelf moeten verloochenen en ook niet kunnen delen met haar. Dat het geen enkele zin heeft om voor die liefde te kiezen. Het heeft pas, mensen horen pas bij elkaar wanneer je de wezenlijke dingen waar je een nacht lang over kunt praten, waar je vol van bent, waar je 's ochtends voorop staat. Dat je dat, als je dat niet kunt delen met elkaar, dan houdt het op. Dus in die zin heeft Chaim absoluut de goede keuze gemaakt om in eerste instantie zijn hart na te gaan van wat hij moet doen in het leven. En dan komt die zielsverwant, die komt vanzelf. Dat is onlosmakelijk. Dan kom je de persoon tegen die die passie deelt en met wie je samensmelt en bij wie 1 en 1 3 wordt. Wij staan hier nu ook voor de afbeelding van de koffer van een kabbalist. Ja. En dit is een eeuwenoud schilderij, heb ik me laten vertellen. Ja. Maar die hangt hier niet zomaar. Nee, schilderij en afbeelding die heel veel voor mij betekent. Het is oorspronkelijk een schilderij van Jean-Léon Gérôme, een Franse kunstschilder, die allemaal werken in dit soort sfeer heeft gemaakt. Mystiek, oosters, erotisch, allemaal van dit soort afbeeldingen. En wanneer ik aan het schrijven ben, dan heb ik vaak ook beelden nodig om mezelf weer even inspiratie te geven. Om een beeld te krijgen bij de scènes die ik aan het schrijven ben. En dan surf ik vaak om wat beelden op te zoeken, om me te laten inspireren. Op een bepaald moment kwam ik dit schilderij tegen. En ja, dat vatte voor mij eigenlijk de hele mystiek van mijn roman samen. Dus ik werd meteen verliefd op dit beeld. Jammer genoeg, dit schilderij is in bezit van een museum in Amerika en heeft waarschijnlijk een prijs die voorbij mijn mogelijkheden is. Maar ik heb een andere kunstenaar gevraagd om daar een natuurgetrouwe kopie van te maken, zodat we het er ook in huis hebben. En het siert dus ook de cover van mijn boek. Ja. Geert, de boek De Kabbalist is ongeveer nu een 5 jaar op de markt. Er zijn circa 100.000 exemplaren van verkocht. En zijn er nog meer dingen te verwachten met dit boek? Ja, wat leuk is met zo'n boek is dat dat blijft een eigen leven leiden. Het is inmiddels ook in 15 andere landen uitgekomen en dat blijft ook de hele tijd doorgaan. Ik kreeg nu net gisteren nog het nieuws dat het nu in Finland gaat uitkomen. Dus dat boek dat blijft op zijn eigen kracht eigenlijk door de wereld heen stappen. En dat is natuurlijk geweldig om te mogen meemaken dat er ook in andere landen mensen geraakt worden door het verhaal en geïnspireerd door worden en die me ook weer erover mailen en schrijven en waar ik lezingen ga geven in die landen dan ook. En wat leuk is, is dat nu binnenkort is het boek precies 5 jaar geleden verschenen in het Nederlands. En ter gelegenheid daarvan, om dat te vieren, zeg maar, organiseren Christine en ik een Kabbala-reis naar Israël toe. Om al die plekken uit het boek te gaan bezoeken, om kabbalisten te ontmoeten, lezingen te volgen, rituelen te gaan meemaken. Dus 10 dagen lang gaan we met een groep lezers naar Israël toe om daarin de voetsporen van het boek de Kabbala te herontdekken en ons te laten inspireren. Nou, een hele organisatie. Ja, precies, ja. Want dat is natuurlijk weer een vak apart eigenlijk, reizen organiseren. Gelukkig werken we daarvoor met iemand samen die daar veel ervaring in heeft. En wij geven alle inhoudelijke ideeën wat daar te bezoeken valt. En ja, het is dus een reis waarbij mensen allemaal dingen gaan meemaken die normaal als individuele toeristen niet zo snel zult kunnen doen of omdat je het niet weet waar het is of zo. Bijvoorbeeld een hele geheime hammam waar de laatste hoofdstukken van mijn boek zich afspelen, waar een waterput is die dat uitkomt onder de Tempelberg in Jeruzalem. En dat is een hammam die nog steeds bestaat, die in de Palestijnse wijk in Jeruzalem ligt en die nooit door toeristen bezocht wordt. En daar gaan we natuurlijk dit keer wel naartoe. Dus zo zit het vol met allemaal bijzondere plekken, bijzondere ontmoetingen. En gaan we dus ja,
10 dagen lang. We vertrekken in Egypte, trekken net als Mozes door de woestijn naar Israël toe. En het is eigenlijk een soort van pelgrimstocht, bijna zou je kunnen zeggen. En kunnen mensen zich daar nog voor opgeven of is de reis al helemaal volgeboekt? Het is, de groep zit al aardig vol, dus als mensen nog mee zouden willen, dan kunnen ze zich nu nog opgeven. Bij wie? Dat kan via de website www.geertkimpen.com. Daar staat informatie op, staat ook een inschrijvingsformulier op. Dus dat, mochten er mensen zijn die kijken, die iets hebben van dat wil ik ook meemaken, dan kan het, maar moeten ze wel snel zijn, want het zit eigenlijk bijna helemaal vol, de groep. Nou, een mooi initiatief, net zoiets als bij, heet het ene boek, van Dan Brown. Da Vinci Code. Ja. Die maken ook allerlei trips, zeg maar, door Parijs met name, zeg maar, of door heel Frankrijk. Ja, klopt, ja. Ja, het is leuk als zo'n boek dan werkelijk nog eens extra tot leven komt op die manier. En het is ook in een periode dat er een heel groot ritueel plaatsvindt op een berg in Israël, vlakbij Tzfat, waar mijn boek zich afspeelt. Iets wat normaal alleen toegankelijk is voor Joden. En dat is een enorm nachtelijk feest waar de hele nacht gedanst, met fakkels gezwaaid wordt en allerlei rituelen zich voltrekken. Dat is ook een onderdeel van de reis, dus het is echt een unieke ervaring die de mensen gaan meemaken. Ja. Maar het is wel opvallend dat er wereldwijd, dat de mensen allemaal geïnteresseerd zijn toch in de Kabbala, CQ de Kabbalist. Dus het heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht of chemie of hoe je het noemen wilt. Ja. Maar iedereen is geïnteresseerd. Ja, ja, het bijzondere is ook dat dat voorspeld is geweest. Dat 1800 jaar geleden woonde er een hele beroemde kabbalist in Israël. En die heeft toen al neergeschreven dat in deze tijd precies die kabbala die altijd geheim was, dat die openbaar zou worden. En dat die ook beroemde mensen zou inspireren en dat daardoor weer heel veel andere mensen geïnspireerd zouden worden. Dus dat de tijd nu werkelijk rijp is om die kennis tot ons te nemen en te kijken hoe praktisch dat die is. Dat vind ik zelf ook het mooie ervan. Het is heel heldere informatie die je meteen kunt toepassen. Het is niet een beetje vaag gelul in de ruimte of zoiets. Het is bijna wetenschap en heel veel zaken die de wetenschap nu ontdekt, die staan al in die kabbalistische geschriften van duizenden jaren geleden. Dat is ook heel bijzonder. Bijvoorbeeld de hele Big Bang-theorie van hoe het universum ontstaan is. Dat wisten die kabbalisten al 2000 jaar geleden. Terwijl de wetenschap dat pas 50 jaar geleden of zo heeft ontdekt dat alles uit een oerknal ontstaan is. En hoe het leven werkt, hoe het universum werkt, hoe je mensenleven kunt richting geven. Al die praktische dingen die kun je als inspiratie uit die kabbala halen, inderdaad. Dus op zich is het ook, denk ik, logisch dat er zoveel mensen door geïnspireerd worden. Maar had jij ooit gedacht dat jij, Geert Kimpen, daar een onderdeel van zou uitmaken? Nee, natuurlijk niet. Ja, bedoel, de kabbala is heel recent eigenlijk in mijn eigen leven gekomen. Dus als je dan zoiets begint, dan kun je je nooit voorstellen dat je dan zelf een doorgeefluik gaat worden voor zoveel andere mensen. Dus dat is wel heel wonderlijk en daar ben ik ook heel dankbaar voor dat je dat mag zijn. Ja, inderdaad, heel mooi. Ja. Want ik las ook dat je ook een prijs gewonnen hebt daarmee, met de Kabbalist. Nee, mijn tweede roman, De Geheime Newton, die is vorig jaar als meest inspirerende boek uitgekozen. Ja. Ja. En dat is, waar gaat dat boek over, De Geheime van Newton? Over de beroemde natuurwetenschapper Isaac Newton, die we allemaal kennen als wetenschapper, als de man van de zwaartekracht en de bewegingswetten. Maar die tegelijkertijd, of nog veel meer dan met wetenschap, met esoterie, met spiritualiteit, met kabbala en alchemie bezig was. En die daar eigenlijk 90% van zijn tijd aan besteedde. Newton had eigenlijk maar één grote ambitie in zijn leven en dat was de steen der wijze te maken, de steen die alles in goud verandert. En daar heeft hij bibliotheken over volgeschreven. En al die papieren die zijn 250 jaar lang bewust achtergehouden, omdat men het beeld in stand wilde houden dat Newton de man van de wetenschap was, de wiskundige, de rationalist. En ze dachten van, we moeten zorgen dat ze niet gaan denken dat een wetenschapper met zulke maffe dingen bezig was.
En pas heel recent zijn die documenten teruggevonden die een totaal ander licht op die man werpen en die laten zien dat al die inzichten die al zo groot waren op wetenschappelijk gebied die hij gedaan heeft, dat hij op zijn minst net zo grote ontdekkingen heeft gedaan op spiritueel gebied. En toen ik dat ontdekte, toen had ik het onderwerp voor mijn tweede roman gevonden. En dus in mijn roman beschrijf ik die zoektocht van Newton naar hoe hij die alchemie en die kabbala ongelooflijk geobsedeerd, niet alleen bestudeerd heeft, maar ook geleefd heeft met alle extremiteiten die daarbij kwamen kijken. Want dat is ook enorm veel researchwerk voor jou, toch? Ja. Ja. Want alles wat je schrijft moet natuurlijk gecontroleerd worden op waarheid. Ja. En je moet overal achteraan, toch? Ja. Wereldwijd, denk ik. Ja, tegelijkertijd is dat ook een ontzettend leuk onderdeel van het schrijven. Het geeft je de luxe om helemaal in een onderwerp te duiken en dat te onderzoeken tot op de bodem. Ik hou inderdaad... Het is mijn eigen eer te na om dan maar te denken van ik weet het niet precies, dus ik schrijf maar wat. Ik vind dat het moet kloppen inderdaad. Ja. Het is wel een roman en het is geromantiseerd, maar de feiten moeten kloppen. Mm-hmm. En dat vind ik zelf, ja, dat is een soort van detectieve werk bijna. En tot nu toe heeft nog nooit iemand me op een fout kunnen betrappen van de critici. Ja. Dus ik ben er ook heel blij voor dat ik die tijd ervoor neem om dat zo gedegen te doen. Omdat een heel boek kan ontkracht worden door een stommiteit die dat erin staat. Of dat je net iets te licht met de waarheid omspringt. Maar ik vind het ook heel leuk om te doen, ja. Ja, want je zei net dat die stukken zijn teruggevonden. Maar kan het niet zo zijn dat de stukken al die jaren gewoon zijn weggehouden van de mensen? Dat we het niet mochten vinden? Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Letterlijk zijn al die documenten die na zijn dood daarover gevonden zijn, die zijn allemaal in een kist gelegd. En die kist die heeft men letterlijk op zolder gezet. En met de opdracht van zorg dat nooit iemand die kist open doet. Het is aan een nichtje van hem gegeven. En dat nichtje is door de erfenis dan weer overgegaan naar haar dochter. En zo is dat 250 jaar lang in die familie gebleven. Tot er een arme neef was die in geldnood kwam. En die ineens dacht van, hey, ik heb hier nog die kist met die documenten boven staan. En toen pas is het door die geldnood eigenlijk openbaar gekomen. Maar heb je ook inzage gehad in deze stukken? Ja. In de originele? Ja. Ja, dat vond ik zelf ook heel verband. Dus in Londen heb je de Royal Society. Dat is een genootschap dat ook mede door Newton opgericht is. Dat nog steeds bestaat. En waar dus al die geschriften nu in hele oude bibliotheken allemaal opgeslagen liggen. En ik ben er gewoon naartoe gegaan en ik mocht meteen tot mijn eigen verbazing binnen. En ja, dan is het natuurlijk magisch dat je dan letterlijk in het handschrift, de inkt, papier kunt lezen en bestuderen dat door de man zelf geschreven is. Maar waar geen hond interesse in heeft, want de wetenschap neemt dat nog steeds niet serieus. Zelfs nu nog niet? Nee. Ze doen het dan af van, goh ja, die had waarschijnlijk ook wel zo'n rare hobby of zoiets. Omdat Newton is natuurlijk de held van de wetenschap. En het zou, voor hun is het on... ze kunnen het gewoon niet verkroppen dat zo'n man, dat hij eigenlijk ergens heel anders voor stond. Dat wetenschap alleen maar een gevolg was van zijn andere studie, namelijk van die spirituele studie. En dat is, dat blijft natuurlijk de strijd in deze tijd tussen enerzijds de mensen die in niks geloven en alles cynisch weg aan de kant schuiven. En de mensen die wel degelijk weten dat de wetenschap niet heiligmakend is. Dat wetenschap ook maar heel relatief is in wat ze kunnen beweren. En dat om een heleboel andere dingen van het leven te begrijpen, dat je net die andere kant nodig hebt. Die intuïtieve kant, die esoterische kant. En in Newton's tijd was dat één ding. Zowel die wetenschap als die esoterische kant, dat was één studie en dat inspireerde elkaar. Geert, ik wens je in ieder geval heel veel succes met het schrijven van je boeken. En ik wil je bedanken voor deze mooie middag. En misschien graag tot ziens. Oké, heel graag. Leuk dat jullie er waren. En heel veel plezier en succes met de website. Dankjewel. Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het kijken naar deze aflevering van VU TV. En graag tot ziens. Dankjewel.